Voor gevoetballers is door de bijzondere eredivisie een droom uitgekomen. Ze spelen voor een eredivisieclub in een unieke competitie. Dat is natuurlijk supercool. Sommigen die dromen er al heel lang van en nu spelen ze echt voor. Nou ja, in dit geval dan FC Groningen en FC Emmen en Ajax. Dat is toch geweldig? Het is heel mooi dat ze nu in een echte eredivisie en ook als profvoetballers in het veld staan. Dat is heel leuk. Allemaal lachende gezichten en dan vind ik het hartstikke mooi dat FC Emmen daar aan meedoet. Een seizoen lang spelen de teams van de bijzondere eredivisie tijdens verschillende rondes een aantal wedstrijden tegen elkaar. Iedere ronde vindt plaats bij een van de profclubs die meedoen. Dit jaar doen SC Heerenveen, ADO Den Haag, FC Groningen, De Graafschap, Heracles Almelo, Excelsior Rotterdam, FC Emmen, VVV Venlo, SC Utrecht en Ajax mee. Om eredivisie te spelen is natuurlijk helemaal te gek. Ja, dat moment vergeet je nooit, dat je voor een club als SC Utrecht een debuut kan maken. Ja, dat is geweldig. Ja, er worden ook gewoon vriendjes en maatjes van elkaar. Ja, dat is fantastisch. Dat is super mooi om te zien. Elk team bestaat uit 12 jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Zij hebben diverse handicaps en verschillende leeftijden. De teams zijn heel zorgvuldig samengesteld voor mensen met heel veel verstand van gevoetbal. Zodat de competitie zo eerlijk mogelijk zou verlopen. Nou, als je dit soort dingen begint te doen, dan is voetbal voor iedereen. Daar ook weer met net zoveel plezier terugkomen als van de training, dan hebben we toch weer iets goeds gedaan. Hier gaat het puur om waar voetbal voor bedoeld is. Plezier maken, doelpunten maken, met elkaar lachen, met elkaar huilen. Tijdens alle competitiesrondes is er een officiële opkomst van alle spelers die die ronde meedoen. Er is muziek, er zijn Romeinse kaarsen en er is publiek. Heel gaaf! Er wordt 8 tegen 8 gespeeld op een half veld. De wedstrijden duren 2 keer 15 minuten met een pauze van 10 minuten. Zo kunnen alle kinderen het volhouden. Ook kinderen die moeilijk lopen bijvoorbeeld. En dat alles natuurlijk met de officiële bijzondere eredivisiebal. En als je wint heb je gewoon een lekker gevoel. Dan is de dag gewoon weer gemaakt, zeg maar. Om te zorgen dat de wedstrijden goed verlopen zijn er officiële scheidsrechters die er ervaring hebben met gevoetbal. Dit is altijd heel leuk werk. De bedoeling is dat de bijzondere eredivisie als een competitie een vanzelfsprekende plek krijgt binnen de profclubs van de eredivisie. Ieder jaar zullen de voetbalteams worden samengesteld om voor meer gevoetballers de grote droom om te voetballen voor een eredivisieclub te laten uitkomen. Vorig jaar alle wedstrijden heen geweest en dan nu zelf mogen voetballen bij de Graafschap. Geweldig. Het is mooi dat dit er is. Het is wel echt leuk om het te winnen samen te voetballen. Toch, wie? Ja. Sport is zo belangrijk om plezier in het leven te houden. Ja, geweldig dat het mogelijk is om dit te doen. Ik hoop dat ik volgend seizoen mag meedoen. Mijn favoriete club is natuurlijk Feyenoord.